Hele goede dag mensen, welkom bij de allereerste aflevering van Kantine Praat. Wij gaan jullie meenemen in onze kijk op het gebied van voetbal. Vandaag gaan we het hebben over de WK-finale van 2010. Boys, die finale, het was een gekke finale. Epic. Supergek. Epic. Supergek. Epic. Wat is het eerste waar jullie aan denken als je die game voor je ziet? Gewoon doe je ogen dicht en denk aan die wedstrijd. Je mag praten weer? Nu aan het denken is die Robben als 1-op-1 keeper. Mm-hmm. Het ravenpest. Wat gebeurde er in die situatie? Wees duidelijk, mensen moeten weten. Zeg maar, ik ging op de keeper af. Hij probeerde voorbij te gaan, maar het lukte niet. Maar Casillas was daar vroeg bij. Iker, hè? Ja, Iker, man. Maar had hij gebost. Ja? Je houdt van Iker? Ja, ben jij Nick de Nift? Oh ja, ja, hij is mijn broer, man. Ik heb hem bekendstaan. We DM'en met elkaar. Ja, toch? We DM'en met elkaar. Je bent vervelend. Sorry. Kans van Robben gewoon, het speelt gewoon dit dat af. Nou, maar kijk, weet je, je moet het breder pakken, als ik je eerlijk zeg. Want als je denkt aan die pot, het ging beide kanten op. Sjoef, sjoef, paal hier, paal daar. Er zit rare overtredingen. Bro, dus net als wat er net ook al werd gezegd, bro, ik zeg je eerlijk. Die scheids die had echt consequenter moeten zijn, maar ik zeg je echt eerlijk, man. Die scheidsrechter was dinges, die kale. Howard Webb. Hij is ook gestopt nu. Gekke scheidsrechter ook. Hij zei... Mr. Manchester United. Hey, waarom zeg je dat, kerel? Het is zo. Verdediging club. Waarom zeg je dat? Nee, maar bro, die flying kick, hij kreeg daar geel voor. Ja. Iedereen zag dat het een duidelijke rode kaart was. Daarom, als ik ook eerlijk ben over die uitslag, die wedstrijd had heel anders kunnen lopen als De Jong gewoon op dat moment een kaart had gekregen. En een goede kaart, een rode kaart. Ja. Amsterdam, 14 gele kaarten, 8 van Nederland, 5 van Spanje. Bro, nee. Dan moet je al nagaan van of hij trok te veel toch, of sommigen dat denk je van, dit is geen gele kaart waardig. Snap je? Weet je waar ik nu aan denk? Dat was sowieso wel gevoel. Weet je waar ik nu aan denk? Nederland-Portugal, gelijk weer. Bro, dat was precies. Dat was echt een vieze game. Alleen man. Maar gele kaarten. Echt een smerige. Dat was gewoon meer worstelen dan Bally gewoon, hè, toch? Opstelling ook, hè. Mm-hmm. Je ziet een verdwaalde kuit op die links midden. Ik wil niet haat op die yo, man. Ik wil niet haat op. Que pasa? Wat was dat? Dat? Nee, man. Maar wie zou jij zetten dan? Die selectie was slecht. Was slecht. Ja, die NL van nu is veel beter, maar die selectie van toen. Bro. Bagger. Je toch geen disrespect, maar wel disrespect. Joris Matthijssen. Hey bro. Ja. Je toch, als je kijkt, technisch directeur van Willem 2, man. Nee, man. Oké, dus wie had volgens jullie moeten winnen dan? Nederland sowieso. Laat me dat anders zeggen. Nee, Spanje, maar sorry. Ik wilde dat Nederland zou winnen. Ja. Maar. Als ik eerlijk ben, ja, weet ik niet of ik kon zeggen van, joh, weet je, Nederland dat echt moet winnen. Ja. Ik denk Nederland voor mijn household, maar weet toch, Spanje. Gewoon Spanje zou gewoon winnen, man. Moest gewoon. Stond aan de sterren geschreven, kut. Ik zeg eerlijk, man. Ik zag sowieso dat Nederland die 90 minuten zou spelen, maar na 90 minuten, we zijn daar niet op getraind, man. En ik zeg wel, omdat ik van Nederland was. Ik was eerst voor Ghana, maar ja, man. Uruguay, Suarez. Dat ben ik automatisch van Nederland. Maar ik denk, waarom ik vind dat Spanje moest winnen, is gewoon die winnaarsmentaliteit, denk ik, man. Nederland heeft dat niet. Zo push je door, man. Dat is het. Zo push je door, man. We zijn een leuke team, maar we hebben dat niet, joh. Kijk, weet je wat het is? Door het eind gewoon sterven of zo. Ik denk dat dat meer ervaring is, als ik eerlijk met je ben. Want als je kijkt naar die teams die veelal de finales hadden, echt consequent. Die hebben veelal ook echt spelers met de winnaarsmentaliteit, wat je zegt. Het zijn die spelers die ook echt bij een grote club spelen en die gewoon gewend zijn om te vechten continu in tournaments voor grote prijzen. Wie zou je gooien? Stekelenburg of Sillissen? Stekelenburg, all day, man. All day. Ja? Ik denk wel echt Sillissen, man. Waarom? Ik weet niet, man. Ik vond Stekelenburg niet zo. Ik vind Sillissen echt, kijk, ik ben voor Barca, hij speelde voor Barca. Keeper van de uitstraling. Klopt, bro. Klopt. Penalties, bro. Hij haalt ze niet. Niet. Ja, dat is wel waar. Wat heb je daar aan? Maar wie zou je zeggen? Goede voetballende keeper, daar niet van. Sterk. Mm-hmm. Maar, Sillissen, man. Presence. Ja, is belangrijk. Als we kijken naar het WK, Wout die haalt van Kaka. En die kruising. Zo! Kom op, man. Hé, gek ook. Kom maar uitleggen als Sillissen dat ook doet. Maar mag ik even vragen, wie zou je zetten rechtsback? Dumfries? Hé, broer! Weet je wat de grootste grap is? Oké, kijk. Je weet toch? Mm. Wanneer tijdens een game, waar wordt hij in de diepte gespeeld? Je redt, maar er is altijd een blakke man die komt. Dat is de. En je weet toch?
Dat is Dumfries. Hij is niet zo'n kerel die dan die sprinttechniek heeft. Hij zet heel zijn voet af. Dankjewel. Kijk, is hij voetballer toch? Is alleen hard work, man. Dat is waar, man. Dus Dumfries, laat niemand je zeggen dat je dat niet kan halen. Kijk, voetballend vind ik je niet sterk. Maar je hebt die mentaliteit wel. Dat is waar. Je hebt die mentaliteit. Dus je zou het wel. Je zou het wel kunnen halen. Ik zeg je het, man. Je zou het ook. Voetbal laat ik moet je zeggen, ik vind je niet sterk. Maar hij kan nog ontwikkelen toch? Hij kan sowieso nog ontwikkelen, denk ik. Dat kan. Ga met hem trainen dan. Ja. Wat zeg je? Hij heeft hem een inspiratie in. Wat vonden jullie van die randzaken van die WK? Je toch bijvoorbeeld Vuvuzela. Vuvuzela! Hé bro! What the hell? Fufuzela, broer. Moroor, je hoort alleen... Als je op het veld kan, je gewoon kan niet eens horen. Broer, dat het is nog nergens op. Ik snapte het wel, man. Het brengt die vibe met zich mee, weet je toch? De Afrikanen... Luister. We hebben drums. Hé, wow. Je kan zelfs... Heb je ooit een wc-rol, een wc-rol, heb je ooit doorheen geblazen? Sowieso. Zo klinkt dat, broer. Luister. Exact. Afrikanen houden van geluid, man. Sowieso. Bro, als je... Eerlijk, Afrika vlug, man. Je hoort trompet, je hoort alles op het veld. Bro, we hebben dat alles. Kijk, dat is trompet man. Met toon is gewoon... Bro. Ik snap het, kijk, ik snap dat. 90 minuten lang. Extra tijd nog. No, man. Kan niet, man. No, man. Je hoort gewoon niks. Ik zeg alleen, ik snap het concept wel, man. Misschien is het slecht uit. Volgens mij was er niet concept, man. Iemand heeft zo'n ding gemaakt, gelijk iedere dag aan Lama baaien, man. Volgens mij was dat zelfs nog... Wacht. Jongen, zeg, je had geen Vuvuzela? Ben je geen tunnel? Nee. Wat denk ik? Want je gaat op je balkon staan. Kapot dat, man. Ik donder op, man. Oké, man. Ik donder op. Je had het moest even. Hij ging naar school. Hey. Give me back, yo. Ghana passport. I don't care, man. Blaas een muur op voor je. I don't care, man. Wow. Is het een prikkel? Hey bro. Hey bro. Dat is niet tijd van hier toch? Aha. Bro. Ja. Hey, mijn buren haten me dood. Wat is dat dan? Hey, Afrikanen altijd. Die Afrikanen altijd. Je hebt er nog? Wonder. Die Vuvuzela nog? Nee, die Vuvuzela was hard. Het was echt hard. Het was hard. Zeg je de prikkel? Hard kill. Was gewoon lawaai, bro. Hè? Het is gewoon dat je voelt die tradition, je voelt je gebonden met Afrika, dus je denkt van, broer, als dit gewoon in Japan was, zou je gewoon zeggen, is nep hoor. Kijk deze man, nu is hij Spanjaard. Ga siesta doen dan, Spanjaard. Que pasa. Hij is dom, hè? Man of the match, man. Yes, dan man, 100. That's my guy, ik zweer. Kijk, ik ben een Chelsea fan, man. That's my guy, ik kan dat niet omheen. Man van de wedstrijd. WK-finale, Nederland-Spanje. Wie was jullie man of the match? El Blanquito. Ja? Ja toch. Dodigo. Ja, hoe niet? Ik echt Iniesta, man. El Blanquito, Iniesta. Dat is El Blanquito. Oké, ik zeg gewoon Iniesta. Ja, Iniesta. Casillas, man. 100. En niet dat ik een Real Madrid fan ben, toch? Jullie hebben sowieso dikke tenen, kerel. Ja, hij was echt belangrijk. Bro, als ik gewoon kijk naar hoe hij speelde... Hij hield het team ook een beetje hoog en zo, maar... Kijk, Iniesta heeft het gedaan, uiteindelijk. Hij heeft gescoord en zo, maar... Weet je toch, geen doelpunten. Hey, maestro, maestro, bro. Dat vind ik strooi dus... je met Pasen, bro. Ik zeg Iker, man. Wat doe je dat ding? Ja, man. Dat is een goede shout. Ja, man. Ik zeg Casillas, man. Goeie shout. Ik zeg echt Casillas, want Spanje had sowieso bomkansen. Dus ja, die goal van Iniesta, die moest eigenlijk al lang vallen. Maar daarnaast, de kans die Nederland had, Casillas was je man. Want bro, hij duikt andere hoek. Vervolgens, hij pakt meteen. Lovely. Daarom man of the match is Iker Casillas, man. Wie was de man of the match? Laten we daarmee afsluiten. Iniesta van mij, man. Nog steeds Iniesta. Naar mijn argumenten, ja, nog steeds Iniesta. Dus ik mag Iniesta, ik mag niet zeggen Iniesta, man. Ik zeg Casillas, man. Wie vonden jullie de man of the match? Zet het in de reacties. Dit was Kantine Praat, man. We out. Peace.